Tegenwoordig komen er steeds fraaiere auto's uit China, maar automakers in de Volksrepubliek blijven een kei in het namaken van andermans werk. Daarom hier de 7 meest schaamteloze kopieën uit China. Dit is inmiddels een echte klassieker in autoklonenland, de Chery QQ. Bepaalt geen toonbeeld van originaliteit, want dit is immers gewoon een nauwkeurig nagemaakte Daewoo Matisse. Terwijl de rechtszaak tussen Chery en General Motors eindeloos voortsleept, ontkennen de Chinezen hun kopieergedrag in alle toonaarden. De QQ is zelfs nog steeds te koop. Zijn prijs, omgerekend zo'n 3400 euro. Nog zo'n gekopieerd kleintje is de Great Wall Peri, die zijn inspiratie overduidelijk heeft gevonden bij de vorige Fiat Panda. De silhouetjes zijn bijna identiek, de achterlichten lijken wel erg veel op elkaar en zelfs het interieur lijkt wel op carbonpapier overgetrokken. Links de Panda, rechts de Peri. En alsof dat nog niet genoeg is, bestaat er zelfs een Peri 4x4. Ja, dat doet ons toch ergens aan denken. Prop een eerste generatie BMW X5 en een Toyota Land Cruiser in een blender en je krijgt een hoogst onsmakelijke smoothie in de vorm van deze Shanghuan SCEO. Ook deze copycat is goed voor een rechtszaak, want BMW werd boos en voorkwam dat dit pareltje ook bij ons op de weg verscheen. Oh, en nu we het toch over de Land Cruiser lookalikes hebben, deze Daddy Shuttle verdient ook nog even een eervolle vermelding. En een andere naam. Is het een Audi A4 met een groeistoornis, een afgekeurd kleinmodel voor de nieuwe Q2 of toch een Skoda Fabia combi met capsules en een slecht gevoel voor stijl? Niets van dat alles, dit is de Yema Auto F16. En reken ondanks die naam maar niet op straalmotoren en supersonische snelheden, dit apparaat is op zijn zachtst gezegd met spuug en plakband in elkaar gezet. Iemand een teltje? Hallo Honda CRV, nou wrijf nog maar eens goed in je ogen, want deze beauty gaat namelijk door het leven als Libao SRV. Honda wilde in 2003 een stokje steken voor de komst van deze auto en diende een claim in van maar liefst 100 miljoen yen. De Chinese rechter stelde de Japanners echter niet in het gelijk en dus ging de SRV gewoon de weg op. Zelfs tussen al deze wonderlijke schepsels raken wij toch iedere keer weer ondersteboven van deze Build Your Dreams S8. Een cabriolet met een stalen klapdak die nog het meest doet denken aan het ongewenste resultaat van een warme nacht tussen een Renault Megane CC en een Mercedes CLK. Het heeft iets walgelijks en toch raak je niet uitgekeken. Mooi roostertje ook. Landwind kennen wij in Nederland voornamelijk nog van dramatisch verlopen crashtests waarbij de X6, een soort gekloonde Opel Frontera, als een aluminium bakje in elkaar frommelde. In Groot-Brittannië koppelen ze Landwind eerder aan Range Rover en dat komt door dit apparaat, de X7. Hier kun je woorden als inspiratie en goed voorbeeld wel achterwege laten, want dit is gewoon een Range Rover Evoque. Opnieuw vond de Chinese rechter van niet en daarom mag een Chinees al vanaf zo'n 20.000 euro in zijn eigen imitatie Range Rover stappen. Het is en blijft een bijzonder land. Dit was hem weer, de 7 van deze week. Volgende week brengen we natuurlijk weer een verse lijst, maar tot die tijd vinden we het leuk als je even een duimpje omhoog geeft voor deze video. En vergeet niet om jezelf gratis en voor niets te abonneren op ons YouTube-kanaal. Graag tot de volgende keer!